Yeah, that's me. Climbing over barbed wire. I'm really not supposed to be here, but I just couldn't stay away. You see, that house there in the distance, that old farmhouse? They call it Bruegel. It's where my grandmother grew up. Sure, that was a long time ago and the world has changed so much since then, but that farmhouse, it pretty much stayed the same. It was left behind, abandoned. Now, I really don't know any more details, but I do know a lot of its stories. My grandmother made sure I did. Tales of a time gone by that absolutely fascinated me all my life. So much even that this summer, I decided to visit the old place. To take some pictures. Who knows, maybe I could bring some of my grandmother's memories back to life. Good thing that front door was unlocked. Let's take some pictures. En dat is dan gelijk wel een noemen, hè, acquisineren. Dat is echt zo'n stof dat je moet mee koken, hè. Want veel werpt de geeft hij niet af. En wat waren die schouwen voor? Die schouwen, wel, dat kon er van alles zitten, dat moest warm blijven. Ik zal zeggen, dat Itakaat zegt, dat zit erin en dan van het wermen. Hier had een microgolf, maar toen was dat al gewoon niet, hè. Maar me hier weer een dak warm. Cool picture. Cool picture. That's a great picture. That's a great picture. Looks like the electricity is still working. En onze vrouw kwam ook af en toe bij ons helpen. Nou, dat als het eerst was en zo, ja. En in een tour, ja. Ik ben met onze vrouw getraad. En dat was Bertha, dat was echt een moeder voor de kinderen, hè? Dat is echt zo. Maar dat was een film. Oh. Lanteren zijn lampen, van die oude lampen, dan moesten ze wel eens s'avonds mee verlichten. Jaren aan een stuk. En toen kwam er eindelijk al een trek. En dat was een grote redding, zo. Ik weet dat nog als ze die gingen leggen, hè.
Nadat we die al een trek hadden, hebben we wel dat heerlijk opgekast. De muren schoon behangen. Gezellig. I think that's Saint Dimpna. Yeah, if I remember correctly, she's the reason why the people of Hale would take in the mentally ill and care for them. Just wish I had some audio of my grandmother talking about that. Oh, it's getting dark in here. I should turn on some lights. Ah, dat was een wasvat met een trouwan, hè. De eerste die er waren, hè. Die waren er nog geen hele trekken, hè. En als Bertha ging de was altijd ophangen, hè. Maar alle betrouwen denk ik ook, natuurlijk. Maar ik zeg het, dat hadden wel een rap zal toen er een trekker was. Ja, hoe een verlossing was dat voor ons. Dat is zoveel volk. The sun's under already. I need more pictures, though. I don't know. I don't know about that one. Was die al wel in een tijd? Een bassin. Een bassin op twee kleine stoelen, de grote ronde bassin. En dan vullen we weer een water. En dan had ik afzonderen. Je vriend. Dat was dan al een dag worden bezig met die jongen. Ja. Is dat mee? Mijn zusters. Die vullen nog altijd aan. Ze hadden geen moeder. De rozenkraas, gelijk de pottenoster. En elke 10 balkjes moesten dan aan onze vader lezen. En de witte balkjes, dat wees gegroet. Zeg, maar dat was alle dagen, hè. Dat hebben we dat tegen, hè. Op mijn 15 hoor ik, en als Bertha was er op de 16. Wel, als René was de naaste dan, maar was dan een jongen, maar wel als meisje. 15 en 16 jaar. Rick moest dan 15 wonen. Ik zat in mijn laatste schooljaar, maar ik heb het niet meer te doen, hè. De stand- en melkmachine stonden erop. Dat was allemaal op die moos. En wat is een moos? Een moos? Ja. Dat is een plets, was dat noemden ze de moos. Dat was toen zo'n naam, de moos. Een stand noemden ze dat je mee boterde. Dat was zo'n ding die altijd rond ging, ging met stroo. De stand. Yeah, maybe take another picture. Ugh. I really hope that's not blood on the table. Ugh, I don't know about that one. En een spekvat noemden ze dat. Zo gemetst in beton, hè. En als je verder geslacht, hè. Dat werd daar ingedaan, je zaad. Dat was alleen als je verder kapot bent. Dat hadden alle boeren strak, ja. Toen was er geen ijskastel, hè. Yeah, maybe take another picture. Oh, these old stairs really aren't made for somebody my height. Dat alle woorden op de sky, dat was de dingen bij de boeren. Schoon alle woorden was schoon op. Oh, that's a cool radio. Maybe I should just take it with me.
En toen was hij naar de bios komen, waar hij is een mens van. Ja, chefke. En chefke, dat was de man van de kiekers, de knecht. Die vuurde de kiekers, die helde de eikens uit. En dat worden naar kiekers, hè. En ik weet niet hoeveel kiekers... They sure had a lot of crosses in the house. I don't know. It looks like squatters have been living here or something. Yeah, the graffiti might be amateurish, but I kinda like it. I don't know. I don't know. I don't know. Dat was een schoenkamer. En daar stond een Leuvense stoof in. Daar kon rond zitten. Zo langwerpig met een pot. En dan je voeten kon opzetten. Maar de Leuvense die kon echt een plets verwermen, hè. Maar dat geen chauffeurs, hoor. Dat was schoenpappen, dat was maar voor de schoenigheid. Dat werd niet meer gespald. Ja, we hebben het nog heel serieus, hè. Toen lagen we zo'n winkels niet vast, maar goed, hoor. Zeg, we hadden niet veel tijd voor te spelen, want we moesten werken, hè. We waren de oudste en de grootste. Ik en ons Bertha deed feitelijk die boerderij nog. Ik de keuken, altijd koken en eten maken. En zij de was, de strijk, al dat ik kwam bezien. Maar alle dagen voor 12 man, hè. New York City hardcore. Huh. Yeah, the graffiti might be amateurish, but I kind of like it. That's a great picture. I don't know about that one. Yeah, maybe take another picture. Well, that's the grungiest recliner lazy boy I've ever seen. I need to take more pictures before I'm ready to go. I don't know. I don't know about that one. Ik ging ik altijd mee hoor en zo. En ik zei tegen onze paps, zeg maar, dan zag ik toch ook wel eens. Ik ben geboren op de hoeve, de Breukel. Heel gekend is dat, de Breukel. Als je zei, oh, die van de Breukel. Ja, dat horen we wel. Nou ja, 1925 ben ik daar geboren. I don't know. Oh, look, it's a coffee grinder. I used to play with one of these when I was a kid. A
als mijn moeder slecht is, dan is die gestorven. En daar word ik en als Bertha op de opvoeders ervan geworden. Hè? Want als Bertha was 16 jaar en ik word 14. Als Bertha deed de was en ik deed de keuken. Altijd eten maken. I don't know. I don't know. I don't know about that one. I don't know. Cool picture. I don't know. I don't know about that one. Yeah, that'll work. I don't know. Cool picture. That's a great picture. Ja, Ray, gewoon op de pispot en 's morgens in de wc gaan kappen, bewatten, want de wc was bewatten. Dat was wel zo, Ray, de ferme pot, zo. Nou ja. Even though the house is filled with these crosses, I'm pretty sure they had a lot more back in the days. All right, that should do it. Let's get out of here and make do with what I have. Whoa. Isn't that door supposed to be locked?
En dan morgen zijn we door naar melk en ons verder naar de koe. Maar dat was dat 7 uur. En dan die van de kolonie, de naaste. Die moest altijd helpen het melk dragen. En die zei zo in één keer, naast de rieten zien ze zitten. We komen alle What idea was that? I don't remember recording that. We komen alle godsen uit de kolonie. En wel eens zaten op die wei in de grote schakelder, hè. Maar die was maar een meter breed. Zo feitelijk de grijp weer met zijn zaad op en waar Russen gras. En om dan geen thuis te kunnen blijven, hè. Want zijn we toen als schuur in brand geschoten. Dan komen ze bij ons stal ingevlogen, hè. Een Duts of 10, dat we dan niet vragen hoe je verschiet. En iedereen pakte mij met mijn armen en die zei, kom eens ik met. Ik moest met hem meegaan, hè. En dan zei ik, kartoffel en zwiebel. Maar zwiebels wist ik niet wat dat was, hè. En dat was ja. Maar kartoffels, dat wist ik voor op het water. Zwiebels aan de kartoffel. De Johan kussen en bakken het met de kartoffels. Voor 12 man. Voor 12 man. Ja, ik pakte die, hè. En de pan groef vol. Op tafel zetten. Wat zie ik? Ik zie dat ik maar hier een soldaat ben. En dat was die dat gezegd, hè. Dan komen ze bij ons stal ingevlogen, hè. Een Duts of 10, dat we dan niet vragen hoe je verschiet. En iedereen pakte mij met mijn armen en die zei, kom eens ik met. Kartoffel en zwiebel. Maar zwiebels wist ik niet wat dat was, hè. En dat was Johan. Maar kartoffels, dat wist ik voor op het water. Zwiebels aan de kartoffel.
de jongen kussen en bakken het met de kartoffels. Voor 12 man. Voor 12 man. Ja, ik bakte die, hè. En de pan groeit vol. Moest ik ze op tafel zetten. Waar zie ik je? Ik zie dat ik maar hier een soldaat ben. En dat was die dat gezegd, hè. Je fredde die hele week op. Alleen. Zeg, kun je dat aannemen? Dat is echt gebeurd, hè? Oh, God. That's a dark you, man. Let's get out of here. What the? Oh, this can't be good. Twee stil, hè. En dat gaat dus echt, trek dat open, want goh, je krijgt echt gaas binnen, hè. En we hadden een niemer water en doekjes, hè. We zullen water aan onze mond te doen, hè. We vissen nog. En ik trek de deur open, hè. Zak ik kakikostuums en ik zeg, de Engelsen zitten bij de goeren in de kaart. Geef ons eerst de tosses en justie. Het zijn het Engelsen. Ik heb het goed gezien, allemaal kakke customs. Ja, ze, maak dat gerust in, zei ze, en doe de deur terug dicht. We zaten 5 minuten erin, ging de deur open. Oh, what the... Engelsen. 2 Engelsen en nog een ander. En die Engelsen, hè, die smeerden chocolade.
Je zei veel ook kwijt. Want als Mart was met ons nee naar een wilders gereden, dan kon de zaken krijgen. En dat was juist die Duitsers die aftrokken. Hè. En als Mart zei, dat kwamen ze afgelopen. Hè. Ja, allebei er een velo afgeven. Mijn velo. En als Mart zei, die doen niks aan schreeuwen, omdat dat daar een velo is. En ik had er misschien een week. Een nieuwe, hè. Dat heb ik ook meegemaakt. Ik zei, die rotte smeerlappen zijn er mee weg, zeg. En ik weet nog hoe mijn woorden aan melken en drie Engelsen. Joseph, Cyril en Paddy. Vergeet het, doe het. Dat was dan de nacht, hè, waren die al bij ons. Dus zijn nog s'morgens waren ze nog. En Joseph ging mee melken. Een Engelsman, hè. En die bracht er van alles binnen. Bloem, chocolade. En de Duitsers namen alles mee, hè. Als er een veel of iets, Pierre. En een bloemetje, die kwam bij ons ook werken. En die had het groot Pierre mee naar Halle genomen, hè. Maar de loper hadden we dan nog, hè. En onze pap zei, wie ga jij met de loper de kant in van de Krabbrukel? Want als ze hem zien, zijn we hem kwijt, hè. Ik zeg, is dat aan de straat? Dan heb ik dan een halve dag mee in de kant gestaan, hè. Die heeft hier niet gebogeerd, hè. Echt weten dat die verstopt weer. Maar de Piet is slim, zal, hè. Zeg. En toen is de paps afgekomen en zei, bie, kom, maar ze zijn, de putsen zijn er weg.
En als jong, wij doen het idee om aan de boven tomaten liggen, hè. En die werpen de tomaten naar de Engelsen, dat hadden ze gegeven, hè. Voor het eten, hè. En kregen zelfs chocolade. Dan moesten ze daarmee lachen, maar ze hadden gegeven tomaten zonder. En melk ook, en dat dronken ze ook gegeven, hè. En ja, vis van de koei. En hier was de gevel doorschoten. En dan was mijn chefje gekomen. Die stond te lichten. Die had altijd stekjes in zijn zak en deed hij zo. Dat was de stekje licht, hè. En dat kregen ze in de gaten. En ze schoten erop, joh. En de paddy, hè. Dan kwamen er Engelse vliegers, ja, met honderden, hè. En de paddy zei, oh, mijn broeder. Had twee broers die piloot waren. En je zuster van hem was gestorven onder de oorlog. In Engeland, hè. Had hem tijn van gekregen.